De klimaatcrisis is dus veroorzaakt door rijke landen, door landen die in het verleden kolonialisme hebben gedaan en die andere werelddelen hebben uitgebuit. En daardoor hebben we nu de luxe die we hebben. Daardoor moeten we ons geen zorgen maken over water of eten of medicatie. En heel veel landen maken zich daar nog wel zorgen over. Heel veel landen moeten dat allemaal nog opbouwen en grotendeels omdat wij historisch hen hebben uitgebuit. En nu veroorzaken wij door die luxe, door onze economie, door ons kapitalistisch systeem, klimaatopwarming. En het erge is dat wij de laatste mensen gaan zijn die daar ook de extreme gevolgen van dragen.